laatste, laat met de kerst, en mama allemaal erwtensoep uitgedeeld en allemaal zwerven ze. Nou leeft er niet één meer. Maar toen kreeg mama een brief van de gemeente met bedankt erin. Weet je, op school wil niemand met mij spelen. Ah, één jongetje van verderop voor een euro per uur. Maar laat gingen we op schoolreisje naar mijn heel dikke bus. Nou, toen mocht iedereen mocht met de achterbank, op de achterbank van de bus, maar toen paste ik er niet meer bij. Toen moest ik van hier moest ik rolschaatsen aan. Toen moest ik zo met mijn mond over de trekhaak. En dan staan mijn tanden helemaal zo. Dan moet ik elke avond als papa televisie kijkt, moet ik erbij staan. Als fles openen. Moet je nou in een... Dat herken ik daar. Dat is een... Die lach is net niet helemaal zuiver. Hij heeft nog wel een goede psychiater. Weet je, ik keek altijd naar mijn vader en dan stond ik altijd naast mijn vader en dan keek ik altijd naar mijn vader en dan kon ik me niet voorstellen dat dat mijn echte vader was. Weet je, mijn vader was zo'n echte Friese boer, weet je, met zo'n granieten neandertaler kop, handen als kolenschop en armen als kabels, weet je, zo'n echte. Mijn vader was ook zo'n man, weet je, die bij ons in de keuken, dat vond hij dan mooi, had hij dan tegeltjes met oud-Hollandse spreuken, weet je, van die wijsheden erop. Dat was typisch mijn vader. Mijn vader had dan een tegeltje met de wie worsten koopt of weduwen trouwt, weet nooit wat daar is ingedouwd. Typisch mijn vader. En ik keek. En dan zei Robert, zei de psychiater dan. Robert, jongen, contact leggen moet je gewoon durven. Maar ik heb buisjes. Ja, maar Robert, je moet jezelf leren uitdrukken. Ja, maar zij zijn zo mooi en ik ben zo lelijk. Ah, maar Robert, schoonheid vergaat. Lelijkheid is voor eeuwig. Hele verleden, terug naar je geboorte en dat allemaal onder hypnose. En ontspan. Waarde heer Brouwer, u zweeft nu in een tijd-ruimte-continuum. Dan gaan we nu terug in de tijd, terug naar het verleden, terug naar uw geboorte. Ja, zo gaat die goed. En bolle wangetjes. Bolle wangetjes, dan nemen we wel een hamster. Maar als u de baby niet wil, waarom bent u dan gestopt met de pil? Hij viel er steeds uit. Ik had al gezegd oraal innemen. Het is een voorbehoedmiddel, geen hoorbehoedmiddel. Ja, maar van, u had toch ook gewoon naar een abortuskliniek of zo. Daar ben ik geweest. Die hadden een wachtlijst van een jaar. Ongewenste vreemdelingen, verboden vrucht. En dat herinner ik me nog heel goed. Met een enorme behoefte aan contact. Ja, contact met andere feutie. He, voor een prenataal feestje of zo. Ah, een keertje samen moederkoek happen. Gewoon een goed gesprek, een spelletje placenta. Weet je. Het maakte me niet uit. Weet je. Interembryonaal contact wilde ik. Maar ik dobberde moederziel alleen tussen baarmoederlanden zo kolossaal dat alleen al het contact met mijn moeder zelf uitgesloten was. Het enige dat ik vaag hoorde binnen die geluidswal waar Schiphol een moord voor zou hebben gedaan. Het enige dat ik vaag hoorde was het hollige klots van de vruchtsnert waarin ik dreef. Het enige dat ik vaag zag in mijn houding waren 10 teentjes, een lullig piemeltje en een soort power connector aan mijn navel. Tot
Die bewuste kerstdag. Mijn moeder lag op twee bedden. Benen in zo'n hijskraan. Volledig uitgeteld te persen. Plotseling beginnen de wanden op mij af te komen. Oh wee. Ik word samen viel. Bevalt ze, bevalt ze. Hoorde ik de buurvrouw nog roepen. Al jaren niet meer, mompelde mijn vader. Terwijl ik de vloer steeds sneller dichterbij zag komen. Sneller en sneller viel ik de dood tegemoet. Mijn hoofd was het zwaarst. Die zat onderaan. Ik zag hem al op zijn watermeloens uit elkaar spatten. Sneller en sneller viel ik de dood tegemoet. Ik zag als in een film mijn hele leven aan me voorbij schieten. Tot eens vlak boven de grond. Een ruk aan mijn navel en ja, met een enorme... Meiden! Spreek me! Ga de... Hoe de hamster! De hamster is een levendig diertje. Een balorige belhamel. Met halsbrekende capriolen. En guitige kraalhoofdjes. Wat eten ze? Wat eten ze? Zij eten OA-zaadjes. Die zijn met vliegen. Is, kijk maar. Kijk maar. Deze is... Deze is... Kakkertje. Mama. Mama, dat werd gezegd. Alles altijd het beste kunt bewaren in een tupperware bakje. Om voor de angst voor honden af te komen, kreeg ik van mijn moeder zelf een hond. Als een soort shocktherapie kreeg ik een bloedhond. Hij was een hele lieve, echt een goed bloed, echt een labbes was het. Hij heette Mazeltje. Ja, omdat het geen rode hond was. Mazeltje was ook niet echt een volbloed. Veranderde precies in de schijf van vier. Kreeg ik alleen nog maar een bijrol. Wel een belangrijke bijrol, een echte karakterrol met veel diepere lagen. Ik speelde een ui. Het publiek had tranen in de ogen. Zo slecht vonden ze het. Ik kon helemaal nooit onder de indruk raken van zo miser als ik. Was ik maar een beroemde filmster? Ja, was ik maar een Leonardo DiCaprio of zo? Of een Bad Pitt, weet ik hoe die lag. Was ik maar mijn grootste held? Mijn grootste held. Ik heb nooit precies geweten wie het exact was. Mijn grootste held. Maar hij stond op de aftiteling van vrijwel elke grote serie. Was ik maar... Co-starring. Weet je dat ik maar één keer een kans heb gehad op contact met Ellen? Ik kan me zo goed herinneren, omdat ik één keer zeker wist dat die pitbull er niet was. Omdat de pitbull bij ons thuis was. Omdat bij ons thuis de buurvrouw op de koffie kwam bij mijn moeder. Melk? Ja. Suiker? Ja, doe maar drie klontjes. Drie? Oh, is de koffie niet lekker? Voel des verderfs en laat ons de liefde bedrijven. Tot witte genotsvlokken huizen hoog tegen het plafond spatten. In een druifsteengrot van extase. Of zoiets, hè. Eén zin was genoeg, hè. Dus ik keek Ellen recht in de ogen. En ik zei, Ellen, ik hou van... Ja. En we trouwden. Er was een muziekje bij op de bruiloft. We trouwden.